Goedemiddag, ik ben Tooske Nijhof. Je weet wel, van Idols. En ik ben nu op het zoek bij Daphne de Pasne. Die natuurlijk vorig jaar heeft gewonnen met Idols. En nou ga ik aankloppen. Ja? We mogen binnen. Ja, doe de camera maar voor me af. Oh, help me, help me. De camera. Hallo? Goedemiddag, mevrouw. Ja. U had toch vorig jaar gewonnen met Idol? Ja. Ja, ik moet ondertussen eventjes afstand aan mijn fanclub geven, hoor. Ja, juist, ik zie het. Tegen wie, met wie, wie vond je de leukste van Idols? Wie vond jij eigenlijk dat ze mocht winnen? Nou, dat zal ik je precies zeggen. Ik vind dat ze vorig jaar een excellente keuze hebben gemaakt. Ik was namelijk eigenlijk de enige serieuze kanshebber, in mijn opinie. Niet dat ik zo hoog van de toren wil blazen dat ik mezelf zo goed vind, maar die anderen waren allemaal zo slecht. Yes, ja. En, met wie moest je het opnemen tijdens de twee laatste? Oh, je bedoelt het finale. Ik even nadenken. Oh, hoe heet ze nou toch ook? Het was zo'n blonde tellerbel met twee hele lange nagels. SMS mee was haar naam. Oh, ja. Ik kan het aan de weg natuurlijk. Ach, van de schaap. Ja. Oh, ik zie dat u een leuk foto van mezelf heeft. Laten we even gaan kijken. Ja, kijk. Dat ben ik toen ik nog een baby was. Ziet u? Ja, ik ben nu veel knapper, hè. Ik ben veel knapper. Ja, en, dat zien we meteen. En hier, hier ook. Toen was ik toch ook zo'n snoepje. Oh, om te kussen. Ja, ja. Ja, ja. Kijk, en hier. Dat was ik. Klein beetje ouder. Toen had ik al muzikale talenten. Ja, nog niet zoveel als nu natuurlijk. Niet zo serieus, maar... Juist, ja. Nou, hartstikke bedankt in ieder geval van het interview en... U heeft de camera veel op uzelf. Ik wil ook een beetje. Ik heb toch niet verteld van mijn psychische problemen die ik allemaal eruit heb gekregen. En ik ben zo in de problemen geraakt dat ik helemaal niet meer mee doe. Ik ga ook doen. Juist, ja, mevrouw. Lijkt me de hoogste tijd dat we moeten gaan. Doei! Nou, verder naar SMS